De volksbuurt Abrabroji is een school voor voortgezet onderwijs rijker. Stichting Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs, RKBO, heeft vandaag de officiële opening gedaan van de Monsigneur de Bekkerschool op de hoek van de Awaradam en de Asterstraat. De Monsigneur de Bekkerschool is de derde school van het RKBO in het resort Abrabroki, Saron. De school is vernoemd naar Monsigneur Willem de Bekker als dank voor zijn inzet bij het onderwijsgebeuren in Suriname. Voor de Bekker is dit een enorme verrassing. En nu sta ik hier voor een school. Die naam die moet door blijven gaan naar de kinderen. Jullie moeten beseffen van je moet hard werken, dat is gewoon. Maar je moet je ook inspannen om dat geestelijke wat God in je zet, om dat ook tot ontwikkeling na te komen. En daarom is het goed als je hier langs rijdt en je ziet dan, hey, de Bekkerschool. Oh ja, hij heeft het een en het ander gedaan. Heel hartelijk dank voor deze suggestie die hier tot realisatie is gekomen. En ik wil zeggen, hou de school groot. Want als de naam van de school de Bekkerschool zeggen, dan moeten we weten van, hey, dat is een goede school. Het renoveren van het gebouw en het ombouwen naar een school heeft de kerkgemeenschap ruim 2 miljoen Surinaamse dollar gekost. Naar zeggen van bischop Karel Tjuni was het noodzakelijk dat er een vervolgopleiding kwam na de basisscholen van de kerk in de buurt. Er is nog één klein dingetje dat ik graag zou willen. Dat is een speelveld. Dus als met die drie scholen ergens een plekje zouden kunnen kopen gedoneerd krijgen, maar dat denk ik niet, waar de kinderen naartoe kunnen lopen om te spelen, dan zou dat een grote wens in vervulling laten gaan. En laten we hopen, Monsigneur de Bekker, misschien dat u door uw gebed iemand weet te inspireren of de Heilige Geest ons laat inspireren om zo'n plek te vinden voor deze drie scholen. Het schoolgebouw telt 9 klaslokalen. Tot nu toe staan er 55 leerlingen ingeschreven.